Als natuurfotograaf maken we graag gebruik van verschillende camouflagemiddelen. Vogels houden niet van mensen, misschien houden ze van mensen, maar niet om op de foto te gaan in elk geval. Dus je moet iets doen om aan het zicht te onttrekken. Daarvoor heb je allerlei technieken. Camouflagekleden, die hebben we zelf ook. Zijn heel erg handig. Vooral als je gewoon echt lekker aan het struinen bent en je komt in één keer wat tegen waar je even camouflage bij kunt gebruiken, dan is een tent meenemen toch even wat lastiger dan een camouflagekleed. Toch als je wat gaat plannen en je wilt wat langer, een halve dag of een dag om mijn pad gaan zitten, dan is een camouflage tent weer handiger. Nou, sinds vorig jaar hebben we daar een van. En aan de hand van mijn eigen wensen en de wensen van gebruikers hebben we nog verder verbeterd bij de nieuwe lijn. En die nieuwe lijn is er nu. Nog even demonstreren. Dit is de tent. Een pakketje van nog geen 4 kilo. Dus dat valt reuze mee. En de tent is gemaakt volgens het principe van een pop-up systeem. Wat eigenlijk niks meer inhoudt dan dat hij zich zelf grotendeels opzet. Je klapt hem zo uit elkaar. Je pakt hem in het midden vast. Trekt hem naar je toe. En zo waar staat daar je tent ineens. Nou, aan drie kanten hebben we openingen gemaakt, foto-openingen. Deze hebben we wat lager gemaakt dan bij de vorige tent, zodat je toch nog een lager standpunt in kunt nemen, terwijl de hoogte wel behouden is. De middenzuil hebben we eruit gehaald. Daar hebben we een oplossing voor gevonden om die tent constructief toch sterk te maken. Die komt er nu dus uit. En we hebben hier een afdakje boven gemaakt, wat voornamelijk bedoeld is om invallend regenwater aan de kant te schuiven, zeg maar, dus dat het niet op je lens komt. De tent zelf is een stukje kleiner geworden, heel bewust, dan de vorige tent. Het zijn centimeters, eenpersoonstent, maar dan wel met alle ruimte. Zodra je een grotere tent hebt, helemaal tweepersoonstenten, dan loop je er toch tegenaan dat ze echt ontzettend zwaar zijn, snel met de wind omvallen en heel lastig op te vouwen zijn. Nou, die openingen zitten aan drie kanten, dus je hebt volop keuze. Ik zal even de ingang naar me toe keren. De tent is voorzien van een grote ingang. Lekker ruim, omdat je toch vaak met je camera spullen zit. Een statief is ook nooit makkelijk door een kleine opening te slepen. Die kant even opengelaten voor het licht. En hier kun je zien dat aan al die drie kanten waar de foto-openingen zitten, hebben we afdekschermen gemaakt in dezelfde stof dan de tent gemaakt is. Je fotografeert aan één kant en het is heel belangrijk dat het donker is in de hut, dus probeer ook slechts maar één kant open te doen. Je ziet ook dat we de stof aan de binnenkant zwart hebben gemaakt. Heel essentieel bij een schuiltent dat die donker is van de binnenkant. Transparante tentjes, ik zou er niet aan beginnen, het heeft heel weinig zin. Je zit zelf nog in de lichtbron, dus die vogels en dieren die kunnen je gewoon nog zien. Zij het wel minder, maar in principe kun je ze zien als het op details aankomt. Die foto-opening hebben we hier dus. Normaal kun je dat met klittenband open doen. Ik heb ervoor gekozen om dat met sterke magneten te doen. Sterkere magneten dan de vorige keer. Zodat je als je ze opent, je geen lawaai van het klittenband hebt. Want dat is echt een grote ergernis natuurlijk. Haal het heel simpel open. Zorg er dus voor dat je dat maar aan één kant open doet, want als je tussen twee lichtbronnen zit en gaat bewegen, dan zien de dieren ook alles. Gecamoufleerde netjes, waar je lens doorheen kunt doen. Je kunt eventueel nog een camouflage net er extra bij voorhangen. Zit vaak tussen onze oren eigenlijk. Minder belangrijk voor de dieren dan voor ons. En je hebt je foto-opening met toch een vrij laag standpunt. Nou, wil je aan de andere kant, dan sluit je deze weer heel makkelijk af. De magneetjes zijn voorzien van een kader, een soort randje, zodat ze echt niet makkelijk meer losgaan. Klik ze heel makkelijk vast. En je draait je om en je gaat de andere kant openmaken. De tent afgesloten en dan komt het dus op het opruimen aan. Niet zo makkelijk als het opzetten. Maar moeilijk is het ook niet, hoewel er wel vaak heel moeilijk over gedaan wordt. Volg gewoon even deze methode die ik hier uitleg. En dan is er echt niks aan de hand, is het echt heel makkelijk. De tent is helemaal afgesloten.
Ga op de ene hoek van de tent staan. Ga met je andere hand naar de andere hoek. En druk de tent in elkaar. Dan leg je hem plat op de grond. Ga met je ene voet op de grond slabber staan. Laat ik het zo even noemen. Met je andere voet in het midden van de tent. Pak je hem aan de rechterbovenkant. Er loopt hier een naad. Daar hou je je hand vast. En trek hem voorzichtig naar je toe. Naar de andere hoek. En de andere hand pak je op die andere hoek waar die naad loopt. Dan is het belangrijk dat we met beide handen een naar binnen draaiende beweging maken. Want deze hoek moet je naar de binnenkant van de tent duwen. Dat ga ik bij deze doen. En dan voel je dat die tent al een bepaalde richting op wil en zichzelf in elkaar vouwt. Waarna je gewoon weer het hele mooie pakketje hebt wat je in je voederaal stopt. Nog een keer het opvouwen om het maar duidelijk te hebben. Je gaat op de ene hoek van de tent staan. Met de andere hand pak je de andere hoek. Drukt hem in elkaar. Maak er een plat pakketje van. Ik zal hem nu even andersom leggen. Leg hem zo op de grond. De grond slabben. Ga je met je linkervoet op staan. Met je rechtervoet in het midden van de tent. Met je rechterhand iets uit het midden van het dak. En haalt hem naar je toe. Dan met je linkerhand daaraan pakken. En met beide handen een naar binnen draaiende beweging maken. Dus je draait hem naar binnen. En dan merk je dat die tent zijn eigen weg zoekt. Nog een keer met meer detail, wat dichterbij. De linkervoet op de hoek van de tent. De rechtervoet in het midden van de tent. Je rechterhand aan de rechterbovenkant van het dak. Haal de tent naar je toe. Blijf je voet op de linkerpunt houden. Je linkerhand in het linkerpunt van het dak. De rechterhand aan de rechterpunt van het dak. Een naar binnen vouwende beweging. En je hebt je pakketje weer helemaal terug. De HBN-tent, de pro-versie. Ik denk een hele mooie toevoeging voor natuurfotografen die serieus met hun hobby bezig zijn, dan wel een beroep. Er zijn toch weer kleine verbeteringen toegepast. En nou, hier gaan we heel veel plezier aan beleven. Mocht je hem aan gaan schaffen, heel veel succes en plezier ermee.